Goeiedag. Elke vrijdagavond gaan de vrouw en ik naar Albert Heijn. Waarom wij verzorgen uit? Maar als we het naai doen, begint Lutje Jong te soezen. En boeten des, bij we eraan wens. Vaaglijks heb ik er niks meer op. Maar ja, ik heb net een nieuwe auto. En dan heb ik live en uit. Dat gitje achter het stuur kropt. Gebeuren zoveel ongelukken bij winterdag als glad is. En dan is het beter dat ik rie. En omdat gitje door nooiting ingaat, is dat dus ook zo. Nou ben we wel al riks verzekerd. Maar ja, daar waai ze over wel. Als je school hebt, word er nooit beter van. En toch had je om. Afijn, vrijdagavond ben we weer in West. De vrouw mocht altijd een boschoppenbruifje. En door even wel eens hikakkerderij om, want dat vind ik maar flauwekul. Omdat we altijd met meer terugkomen dan de bedouwen is. Maar goud, ze had weer wat op mijn couvert schreven en wie de winkel in. Zij voorop. Bij de koffie begon het al. De vrouw zag een aanbieden, roodmaak, euroboontje. 3,75 pond. En wie had een baden net elk 10 pak op aben, of het wokentje was voort. Godverdikke, dat hij nou altijd. Wie ben nog maar net ben, of jong gaat er met wokentje van deur. Ik keek door de schappen, door die riegen, naar de andere kant van de winkel, en zag hem net voor de vleeswoorden verbievlijken. Hier, Rabban, riep ik, en was zo vergreeld dat ik wist dat hij mij heurde. Doe kwam aan. Hij had ook zelf al in red, en in het vonkje lagen 3 puten chips, slik, vaar grote cola en postriploren. En wat roept die misselijke jong? Ik heb hier een playboy in, leg, pa. Was wel, dat is toch altijd bij jou minder bekist. Elk en ik kon het horen. En ik was blij dat Gitje zei: pak toe even een pot augurken. Want hij stond een sikkem op de grond. En dus heb ik door met een rode kop een paar minuten zitten te kijken naar al die soorten. Gewoon augurken, lutjekes, extra fijn, zilveruitjes, Amsterdamse uien op zoetzuur, komkommerschijven. Komt jong erover touw. Pa. Ik ga slopen in de fouten van zitten, man. Ik zei: ja, wat is er? Zo'n potje van dat gele spul op brood was wel pikkelully. Oeh, op zo'n ogenblik kon ik wel smoren. Ik zei: als toen nog heimol hier in de winkel pikkelully is, dan schopt hij daaruit. Begrepen? Ja, pabbe, zei je. En ondertussen leerde ze na je aankoop in het wompje. Zo'n dikke blok sukkeloor van een kwart pond. Ik zei: wat moet ik er door van? Maar hij vloog alweer voort. Reed nog meer zowat van de sokken en verdween achter een baag met dobbaden en blik. Het gebeurt wel voorkeur dat ik de vrouw even kwiet ben in de winkel. En in wat ik mooi stiet, wat ik er vinden kan. Bij de mand met afgepriesde artikelen. Die ben soms de helft goedkoper, omdat ze te oud ben of gewoon overdoorten. Ik heb je al wel vroeger verteld dat Gitje Roon vroeger naar bruid aan. En dus, ach, ik zit er ook deze reis maar niks van. Maar ik wist dat we in het weekend weer Zaanse boterkoeken kregen, waar je nog één met doodgoeien kan. En dat je met goud verzaam naar dan bezuik kan geven. Nou komt toch ook maar stiet mij van, want zaterdags meurens, even nog op bij liggen, zit jong ervoor bij. En dan ben ze maar stiet al op, als de vrouw ze bieden koffie wil geven. Of, zoals ze zelf zegt, trakteren. Nog 20 minuten waren we kloor, omdat er niks meer in het wompje kon. Barsensvol was ze. Vlak voordat we bij de kassa waren, kwam jong er nog aan, met vaarpak en overmout, met een verrassing voor de kleintjes, zoals dat erop stond. Treur die abarrel, zei ik. En omdat hij zelf zag dat er niks meer in het wonkje kon, moest hij wel. Juffrouw tikte alles aan en de vrouw pakte de barrel in de matten. 161 gulden 78, zei ze. En ze gaf niet het idee dat een gemiddelde klant was.
Jong haar ondertussen een sinaasappelkist hoort. Dat kon hij dat maar in de matten. De rief achter mij begon langzaam naar voren te dringen. De chef riep om dat juffrouw Bonenschanske bij kassa 5 moest komen. En Gertje gaf Jong vleer, omdat het de boschoppen de nacht mooi invleiden, moest ze er zo in flikkeren. Dus kop liep mij om. En als ze mij van de 200 gulden die ik u gaf, niks teruggeeft maar, ga ik nog niks in de goot naar, denk ik. Toen we toes waren, is Gertje nog drie kwartier aan toetpakken west. En doordeur het ze het begin van die show met Jos Brink mist. 161 gulden 78. Aan de moer Dauvertaans, riep ze mij vanuit de keukentouw. Ja, zeg ik, dat mout ook eens. Die gouverneur hierin, die is mooi rustig. Ja, zeg ik, loven dat maar dan.